In dit korte dagelijkse avondgebed nodigen we je aan tafel uit. Je hebt niet veel nodig: een kaars en lucifers, een glas voor iedereen die mee aan tafel gaat en voor elk iets lekkers om te drinken. Welkom bij Bidden aan Tafel. Vrienden, goede avond. Bedankt dat jullie ook vanavond aansluiten bij ons gebedsmoment. Ik heb er zelf veel aan te weten dat ik in gebed verbonden kan zijn met mensen veraf en dichtbij. We ontsteken ook vanavond de gezinskaars en weten dat Jezus Christus, de verrezen Heer, bij ons te gast wil zijn vanavond. We mogen zijn licht ontvangen. Heer Jezus, Gij die uit de dood zijt opgestaan, laat uw licht schijnen over ons. Vervul ons met de warmte van uw grenzeloze liefde en verbind ons met de kracht van uw geest. Elke dag krijgen wij een korte tekst uit de Bijbel aangereikt, enkele verzen maar. Vandaag komen die uit het Evangelie van Johannes. Ik lees ze voor. Hij, Nicodemus, kwam 's nachts naar Jezus toe en zei: Rabbi, we weten dat Gij als leraar van Gods wegen gekomen zijt. Geen mens immers kan die tekenen verrichten die U doet, wanneer God niet met hem is. Jezus gaf hem ten antwoord: Waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien. We zullen de tekst dadelijk nog eens tonen. Je mag aan elkaar vertellen wat jou in deze tekst raakt of opvalt. Uitleg hoeft niet. Of als je alleen bent, zoals ik, mag je bij dat woord blijven verwijlen. Ook ik zal nadien vertellen wat mij is opgevallen. Mij treft de combinatie die ik nog eens wil laten horen van opnieuw geboren worden en het koninkrijk van God. Gods koninkrijk is zo anders dat je opnieuw geboren wordt wanneer je erin binnentreedt. Het is toch meer dan een kleine verandering, een nieuwe geboorte. Laten we dit Bijbelse moment afsluiten met een gebed. Lieve God, wij danken U dat Gij ons blijft aanspreken. Help ons om Uw woord steeds dieper in ons hart te laten doordringen. Dat wij mensen mogen worden naar Uw hart, door Christus onze Heer. We kunnen nu samen mensen toevertrouwen aan God, de bron van alle liefde. Met wie wil jij vanavond liefdevol verbonden zijn? Ik wil bidden voor zoveel mensen die vandaag in grote onzekerheid zitten. Onzekerheid over hun werk, studenten over hun thesis, hun studie,
kinderen en jongeren over hun schooljaar, bedrijfsleiders, zelfstandigen over hun zaak. Zoveel onzekerheid vandaag. Ik bid voor hen. God, aanhoor onze beden en laat ons voelen hoezeer Gij met ons verbonden zijt door Christus onze Heer. En laten we nu samen het gebed bidden dat Jezus zelf heeft geleerd aan zijn leerlingen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We sluiten dit gebed op de bekende manier af. We heffen het glas en drinken op mekaars gezondheid. Ik kies vandaag, het zal u misschien verwonderen, voor Sesimil van de bruine chocoladekoe. Gods zegen mogen over ons neerdalen als wij de paasvreugde met elkaar delen. En vanuit mijn hart wens ik u toe dat het op ons aller gezondheid mag zijn. Gezondheid.